De maand april is aangebroken en de aanbiedingsfolder van de HEMA heeft nog steeds vrolijk voorjaar bovenaan staan. Want ach, die lieve mensen, zeg ik tegen Geen Stijl, PVV en Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD. Die lieve mensen hebben een aanbiedingsfolder gemaakt die langer geldig moest zijn dan Pasen. Want Pasen viel heel erg vroeg dit jaar. Het is april en we hebben Pasen al gehad. Maar ik zou zeggen voor april, lieve mensen, ga. Ga is een van de meest gebruikte woordjes in de Bijbel. Ik had vaker gehoord als mensen komen luisteren naar verhalen uit de Bijbel, dat ze zeggen, ik kom hier voor mijn rust. En het enige wat ik maar krijg te horen is, ga. Ga op reis. Doe het anders. Gooi het over een andere boeg. Begin opnieuw. Laat dat achter je. En ja, het is eigenlijk dat je dus net zo goed voor je onrust in plaats van voor je rust verhalen tot je neemt. Het andere meest gebruikte woordje in de Bijbel is vrees niet. Vrees niet, je zou kunnen zeggen, met alles wat er in de maand maart, zo vlak voor die Pasen, in die stille week in Brussel gebeurde, vrees niet. Die twee woorden, ga en vrees niet, daar zullen we het mee moeten doen in april. April doet wat hij wil en voor u zeg ik, ga. En vrees niet.